De PVV doet in Lelystad met 7 kandidaten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. En dat is voor het eerst. Vandaag is de lijst met kandidaten voor de PVV Lelystad bekendgemaakt. En hadden de aspirant-raadsleden ook een ontmoeting met hun partijleider Geert Wilders, die daarvoor speciaal was gekomen. Shamila Basis heeft voor ons de kandidatenlijst alvast bekeken. Daar staan veel nieuwkomers op, maar ook een bekende naam, hè Shamila? Die bekende naam is Kok Homan, een veteraan in de politiek in Lelystad. Ik zal je geheugen even opfrissen. Hij is ooit in de jaren 80 begonnen bij de Partij van de Arbeid. Vervolgens heeft hij eigenlijk een traject met lokale partijen doorlopen. Hij heeft in 2005 zelf de Stadspartij opgericht. Mm-hmm. En daarmee is hij op een gegeven moment gaan samenwerken met Leefbaar Lelystad onder de naam Bindend Lokaal. Nou, die partij is uiteindelijk weer ontbonden, omdat hij het fractievoorzitterschap niet wilde overdragen aan iemand van Leefbaar Lelystad, wat wel was afgesproken. Toen is hij alleen verder gegaan als eenmansfractie met Bindend Lokaal. Heeft hij in 2014 geen zetel gehaald. Maar goed, blijkbaar leven die politieke ambities aanwezig, want nu staat hij dus op nummer 3 bij de PVV. Ja. En heb je hem ook gesproken vandaag? Hij wilde niet voor de camera reageren, maar ik heb hem wel telefonisch gesproken. Ik vond zijn verhaal niet helemaal scherp, moet ik zeggen. Maar ik heb een stukje geknipt en daarin vertelt hij iets over wat hij die nieuwkomers gaat bijbrengen. Als we met 4, 5 tot misschien wel 7 mensen aan de gang gaan, dan is het, gaat niet iemand zijn eigen mening gaan geven. Dan moet het zijn wat wij met elkaar hebben besproken. Links en rechts misschien sommige dingen wat wegvallen. Maar met elkaar vinden we, daar staan we voor. En dat moet je voor elkaar zien te brengen. Ik ben dus niet degene die alles voor het regelen af te spreken heeft. Nee. Ik kan er wel wat van zeggen, ja. Maar ik ga niet met de gedachte uit van jullie moeten het doen zoals ik voorzeg. Dat vind ik niet goed. Bij jongeren is er vaker ook wel een andere manier van denken dan bij zo'n vent van 70. Maar het gaat niet allemaal om Kok Homan. Kok is gewoon een van de 4, 5, 6, 7 mensen die daar zijn werk doet. En misschien af en toe wat van het oude gebeuren, laat maar zeggen, op tafel legt en zegt van, ho, nou moet ze zo. Maar dat doe je niet elke week, weer toch knettergek. Ja, hij ziet dus een bescheiden rol voor zichzelf weggelegd en hij wil vooral die jonge generatie naar voren schuiven. Ja. Wanneer het verkiezingsprogramma van die partij bekend gaat worden, is trouwens nog niet duidelijk. Dat wist hij niet. Dat is er nog niet, oké. En er was nog meer PVV-nieuws in Flevoland. Ja, klopt, want de PVV doet ook voor het eerst mee op Urk. Dat hebben we al eerder gemeld. Ja. En die partij heeft gisteravond wel alvast bekendgemaakt wat ze daar willen gaan doen. Nou, opvallend daarin is dat de PVV statushouders niet in woonwijken wil opvangen, maar daarvoor een soort verzamelgebouw wil hebben waar mensen zich dan kunnen huisvesten. En een ander opvallend punt is ook dat de PVV heel veel aandacht heeft voor het behouden van de eigen lokale cultuur. En daarvoor hebben ze bijvoorbeeld plannen om een interactief cultuurhistorisch centrum in de haven te realiseren. Okay. Dus nou, afwachten wat dat wordt.